Ja, eigenlijk is het verlopen wat we eigenlijk verwacht en gehoopt hadden. De wedstrijd redelijk snel kunnen beslissen. Een aantal spelers rust kunnen geven. Al voor de wedstrijd geen risico genomen, niet met Leerdam. En uiteindelijk ook niet met Guidetti. Andere jongens een kans gegeven. Daar zie je toch goede dingen daarin. Maar als je echt kritisch kijkt, vind ik dat er nog wel genoeg te verbeteren is. Zeker tegen een tegenstander wat de ruimtes klein houdt, wat op eigen helft verdedigt. Ja, het baltempo, hoe snel speel je vooruit, hoe goed speel je achter. Verlaten vrij 2 tegen 1 uit, bezetting van het middenveld, vond dat we in sommige fases te veel in de bal speelden. Hoe snel kun je de zijkanten inspelen voor een actie. Dus ja, dan zie je toch ook nog wel dat er heel veel te verbeteren is binnen dit elftal. Nou, dat is een goede les geweest. Het heeft niet al te veel moeite gekost. Misschien hadden Hans of ik ook de wedstrijd kunnen fluiten vanavond. Dus al met al is het gewoon positief verlopen. We hebben onze plicht vervuld. We zijn zonder kleerscheuren eruit gekomen. We hebben, denk ik, kunnen ook gewoon morgen vroeg weer normaal trainen. Want zoveel kracht heeft het niet gekost. Maar al met al gedaan waar we verplicht toe waren. Dankjewel, fijne vragen. Norbert, hij ja. Ronald, heb je vooraf nog gerefereerd aan de incidenten van zaterdagavond? Of, Nee, totaal niet. Nee? Nee. Waar heb je wel aan gerefereerd? Misschien aan AZ al? Of nee, we hebben ons gewoon gericht op de wedstrijd. Ook aangegeven dat, ja, dat het ook voor de ontwikkeling van de speler is. Hoe start je zo'n wedstrijd ook? Je weet dat je beter bent. Nou, en goed beginnen en de wedstrijd beslissen en dan kun je pas aan zondag denken. En daar we hebben we het puur een voetbalverhaal gehouden, maar niet, absoluut niet richting de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag. Rien? Ja, als ik daar even op mag aanhaken, nog, heeft dat überhaupt nog enige invloed gehad, denk jij, op individuele spelers, op de sfeer? Is het in de kleedkamer nog een onderwerp geweest? Nee. Zelfs niet na het zien van de beelden. En hebben we ons gericht op het voetbal. En dat is onze taak ook. Als wij zorgen dat het sportief loopt, ja, dan dat hebben we binnen ons eigen bereik. Alle andere dingen hebben we niet. Daar kunnen we zelf weinig aan veranderen. André. Ronald, je laat Achenbar weer invallen en scoort. Verrast hij je? Nee. Want hij viel in tegen Heerenveen. Nou, toen zagen we ook al zijn kwaliteiten. Nou, dat zie je nu ook weer. Het is een echte spits. Het is balvast. Ook voor de derde man. Hij maakt een goede call. Nou, dus een talentvolle speler die bij de A1 moet bewijzen dat het een talent is en zich verder moet ontwikkelen. Ja, wanneer een beroep op hem willen doen, dat hij daar klaar voor is. En het is mooi om te zien de onbevangenheid wat hij heeft in zijn spel. Nou, dat is ook een kwaliteit. Kan een mooie toekomst tegemoet gaan, maar daar moet hij hard voor blijven werken. Hier mensen, Norbert nog een keer. Blijft hij het hele seizoen bij de A1 of is er nog een kans dat je hem definitief naar de A-selectie overheeft? Nee, op dit moment niet. Op dit moment traint hij gewoon bij de A1. Maar ja, als we in wat voor reden dan ook in de problemen zitten of aanvulling moeten hebben op zijn positie. Dan hij is natuurlijk de eerste keus. En dan het verdere ligt aan zijn eigen ontwikkeling. Of hem op een dag echt naar de A-selectie halen. Maar dat heeft hij, dat moet hij eerst allemaal nog maar laten zien. Zeker ja. Hoe is het met John en met Kelvin? Kunnen die zondag in principe? Ja, in principe is dat geen probleem. Zijn die gewoon fit voor het weekend? Ja.